want ik heb een groot deel van de mensheid die bij ons werkt zich helemaal niet realiseert dat er geen nabestaande pensioen meer is als ze bij ons ontslag nemen en nog even geen andere baan hebben bij een andere werkgever waar het ook geregeld is. Ik denk niet dat er iemand is die zich dat realiseert. Je luistert naar De Pensioenpuzzel, een podcast van E.ON over de wet Toekomst Pensioenen, de WTP. De nieuwe pensioenwet is al van start gegaan. Veel werkgevers realiseren zich nog niet dat ook zij een behoorlijke rol spelen in de transitie naar het nieuwe stelsel. Of ze denken dat ze er nog ruim de tijd voor hebben. Maar dat is een misvatting. Wat kun je en moet je nu al doen om straks niet in de problemen te komen? In deze podcastserie geeft E.ON-expert Frank Driessen antwoord op deze vragen. Hij gaat in gesprek met verschillende deskundigen en met werkgevers die al gestart zijn. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan? En wat zijn de juiste stappen op weg naar 2028? In deze aflevering spreken we met Hans Vos, financieel directeur bij Johnson Controls. En Ronald Haagoort, principal client consultant bij E.ON. Je hoort wat er allemaal komt kijken bij de nieuwe WTP en waarom je nu al moet beginnen. Goed, luisteraars, welkom bij deze tweede podcast namens E.ON. En in deze podcast zullen wij het met name gaan hebben over het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen in het kader van de wet Toekomst Pensioenen. En hier aan tafel heb ik dus Hans Vos en Ronald Haagoort. Welkom Hans, welkom Ronald. Hans, even een vraagje vooraf aan jou. Als financieel directeur bij Johnson Controls, hoeveel tijd ben jij belast met het thema pensioen? Ja, dat wisselt heel erg. Er zijn periodes dat je daar relatief weinig tijd aan besteedt. En op andere momenten kun je daar heel veel tijd aan besteden. Dus een beetje met pieken en dalen. En Ronald, hoe bezie jij nou eigenlijk het pensioenthema? Is dat nou echt een financieel onderwerp of is het een HR-onderwerp? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, allebei wat mij betreft. Financiële componenten, kosten, kostenneutraliteit. En zeker ook als je kijkt naar de uitkomst voor de deelnemers. Benefitkant, dus meer HR-terrein. Allebei. In deze podcast zullen we stilstaan bij een aantal onderwerpen die betrekking hebben eigenlijk op het nabestaande pensioen. We zullen onder andere ingaan eigenlijk op de impact van wat het nieuwe nabestaande pensioen inhoudt ten opzichte van de bestaande pensioenregelingen die we in Nederland kennen. Maar welke kosten, impact heeft dat ook? Ook het feit van hoe aantrekkelijk is eigenlijk het nabestaande pensioen als arbeidsvoorwaarde. Hoe wordt dat eigenlijk door werknemers eigenlijk bezien? En de communicatie daaromtrent vinden we ook een relevant onderwerp om even daar ook bij stil te kunnen staan. En tevens zullen we ook nog even de relatie leggen naar het wezenpensioen. Maar ook kijkend van wat is er buiten de wet toekomst pensioenen eigenlijk nog meer mogelijk om dingen te kunnen regelen die wel betrekking hebben op het nabestandenpensioen. Nou, al deze facetten zullen we in deze podcast in ieder geval gaan aanstippen. Even voor jou Hans. Kijkend naar het traject wat Johnson Controls inmiddels al volop aan doorlopen is. Om jullie pensioenregeling zoveel mogelijk WTP-proef te kunnen maken. Hoe ver staan jullie met het nabestaande pensioen? Het nabestaande pensioen is een item op de agenda. En is onderdeel van de totale transitie. We hebben daar inmiddels een aantal sessies over gehad. En er liggen nu voorstellen op tafel die we afstemmen met de mensen van ons projectteam. Om uiteindelijk tot een goede oplossing te komen. En Ronald, kun je eens kort toelichten, wat zijn eigenlijk de essentiële verschillen om te kunnen zeggen wat eigenlijk de nieuwe wetgeving met zich meebrengt voor het nabestaande pensioen ten opzichte van bestaande nabestaande pensioenregelingen? Ja, dus in het bestaande stelsel is er voor wat betreft de hoogte van de nabestaande pensioen, specifiek bij overlijden als werknemer voor de pensioendatum, sprake van een berekening, een hoogte die afhankelijk is van diensttijd en salaris, en specifiek de grondslag, de pensioengrondslag. Nieuw systeem wordt het een vast percentage, ongeacht diensttijd, voor alle werknemers. En daarnaast kan er ook nog toegevoegd worden, dat is ook discussie die bij Johnson Controls heel actueel is, om een gedeelte tijdelijk nabestaandenpensioen toe te voegen. Dus een combinatie van een tijdelijk nabestaandenpensioen, wat uitkeert tot de AOW-datum van de partner van de overleden deelnemer, in combinatie met een levenslang partnerpensioen als percentage van het salaris. Kijk eens aan, en ja, zoals ik ook bezien heb, is dat het nabestaande pensioen in de oude situatie of bestaande situaties kan enerzijds op basis van opbouw of risicodekking. Maar de nieuwe wetgeving geeft in ieder geval aan, het kan enkel alleen op basis van risicodekking. En dat is wel een wezenlijk verschil. Wat dat voor impact kan dat hebben voor verschillende leeftijdscategorieën als je dus een nieuwe nabestaande pensioenregeling gaat inrichten? Kun je daar iets over zeggen, Hans? Ja, we hebben wat dat betreft een populatie die uit meerdere groepen bestaat, die ook in verschillende regelingen zitten. En zowel qua leeftijd als qua, zal ik zeggen, indeling in de groep ontstaan er effecten. Ja, dat kan betekenen dat je, een enorme plus aan de ene kant hebt en een min aan de andere kant. Waar we voor gaan is een uitkomst die over de groep gemeten een nette overgang regelt. En ja, dat tijdelijk partnerpensioen waar Ronald net aan refereerde is onderdeel van de oplossing wat dat betreft. Dat neemt niet weg dat er ja, op individueel niveau natuurlijk altijd gekke plussen en minnen kunnen ontstaan. Maar ja, dat is de consequentie van de overgang naar een ander stelsel. En Ronald, kijkend breder bij, je bent ook betrokken bij andere pensioendossiers bij klanten. Hoe zie je daar het traject rond het nabestaand pensioen en de verschillen die voor de verschillende leeftijdscohorten bestaan? Ja, dus insteek bij Johnson Controls wat dat betreft wel een mooi voorbeeld van hoe het ook aan andere tafels werkt. Het is wat Hans al zei, hè? Het is, zijn meerdere ondernemingen met verschillende, op dit moment verschillende pensioenregelingen. Ook verschillende soorten nabestaande pensioen, dus opbouw en risico. En insteken, dat is eigenlijk wat, wat ik ook aan andere tafels zie en probeer te realiseren samen met de betreffende onderneming en de medezeggenschap, is om er één regeling van te maken. Als het ware de grootste gemene deler van alle regelingen. En waarom doen we dat? Dat is omdat dat efficiënt is. Hè? Dus in het geval bijvoorbeeld van Johnson Controls is het niet heel zinvol om verschillende soorten nabestaande pensioen voor de verschillende groepen te regelen. Daar hangt een prijskaartje aan. Is lastig voor HR in de beheersing. Dus dit is het moment om strategisch na te denken. Is het mogelijk om een uniforme regeling die voor alle deelnemers, van alle groepen, alle ondernemingen, nou op dit moment opbouw nabestaande pensioen hebben of risico nabestaande pensioen, om die gelijk te trekken. En dat is vol de inzet. En kun je iets zeggen daarover, Ronald? Wat die verschillen zouden kunnen betekenen voor verschillende leeftijdscategorieën? Ja, nou zeker. Dus dat zie je ook heel mooi bij Johnson Controls. Hè? Dus die groepen die opbouw nabestaande pensioen hebben. Zeker de oudere deelnemers, laten we zeggen vanaf leeftijd 50, die wat langere diensttijd hebben. Nou, daar geldt voor het opbouw nabestaande pensioen dat dat inbiedigende werking heeft. Hè? Dus dat dat als het ware een dubbele dekking is. Want daarnaast komt dan de dekking die afgesproken wordt voor alle deelnemers. En daar zie je zeg maar percentages in vergelijking tot nu. Als nu 100% is, de hoogte van het nabestaande pensioen voor een bepaalde werknemer. Dat dat tot 500-600% kan betekenen in een nieuw stelsel. Dus de dag voor de transitie overlijden is zeg maar vanuit die optiek een stuk minder aantrekkelijk voor de nabestaande althans. Dan op het moment van de transitie, want dan is er 500-600% hoger nabestaande pensioen. En het was zelfs zo dol in dit geval dat er relatief lange dienstverbanden zijn. Dat er nabestaande pensioenen waren die boven de 500-600% uitkwamen. Nou, dat zijn toch wel opvallende zaken. Aan de andere kant, aan de zeg maar jongere deelnemers zie je effecten. Afhankelijk natuurlijk van het gekozen percentage van het salaris voor het nieuwe nabestaande pensioen en het tijdelijk nabestaande pensioen, dat er deelnemers zijn die onder het niveau van het huidige nabestaande pensioen liggen. Ja, nogmaals, dat ziet er wat dat betreft toch wel heel divers uit. En probeer daar maar eens in overleg met Johnson Controls en medezeggenschap een grote gemene deler uit te trekken. Daar zijn we vol mee bezig. Ik hoor het wel. Het kan in ieder geval een flinke impact hebben op individuele basis. Maar Hans, jij met de pet op, hè, met de financiële bril, kijk het hiernaar. Wat voor kostenimpact heeft zo'n wijziging van het nabestaande pensioen? Ja, ook die zetten we in een wat breder kader. Want we gaan natuurlijk niet alleen met het nabestaande pensioen over naar een nieuw stelsel, maar met het hele pensioenstelsel. En wij streven ernaar om dat budget neutraal te doen. Dus datgene wat we nu besteden aan pensioenen en nabestaande pensioenen, dat willen we gelijk houden aan wat we gaan besteden na de overgang naar een nieuw stelsel. Dus dat is een bewuste inzet, ook kijkend zoveel mogelijk budgetair neutraal dat in te kunnen zetten. Budgetair neutraal is het doel, klopt. Wat zie je dan verder in de markt op dit terrein, Ronald, als je kijkt naar kostenimpact voor nabestaande pensioen? Nou ja, weet je, dus typisch gesproken eerste contractkeuze. Het tweede wat je wil doen is keuze maken over de inrichting van het nabestaande pensioen. En op dat moment weet je ook wat het budget is wat voor het nabestaande pensioen gereserveerd gaat worden. En dan kun je dus ook bepalen ja, op basis van het totale budget wat beschikbaar is. Budget neutraal, zoals Hans aangeeft bij Johnson Controls, wat er voor het ouderdomspensioen overblijft. Ik zie wel drie bewegingen zou je kunnen zeggen. Eén is gewoon proberen, zoals bij Johnson Controls, om dat budget neutraal te doen. Soms wordt er ook aangestuurd op een wat lager, in ieder geval qua kosten, wat lagere kosten voor het nieuwe nabestaande pensioen dan nu. Vanuit de gedachte, ja, weet je, van het totale budget is dan meer, zeg maar, beschikbaar voor ouderdomspensioen. Op de pensioendatum zie je dan dat er een klein beetje hoger beleggingskapitaal is, waar vervolgens een nabestaande pensioen voor aangekocht kan worden, wat hoger is voor het geval van overlijden na de pensioendatum. Dus dan ga je wat lager zitten voor overlijden voor de pensioendatum, zodat je wat hoger hebt na de pensioendatum. En de meeste deelnemers overlijden toch uiteindelijk na de pensioendatum. Ik zie ook wel klanten waar gezegd wordt, ja, weet je, we hebben er nog goed naar gekeken. We vinden eigenlijk een bepaald minimumniveau qua hoogte vinden we heel belangrijk. Vanuit de verzorgingsgedachte, vanuit de werkgever. En daar zijn we bereid een stukje meer aan uit te geven dan het budget wat op dit moment, zeg maar, uitgegeven wordt aan nabestaande pensioen. Dus het kan wat dat betreft alle kanten op gaan. En het is heel belangrijk dat je van tevoren dus nadenkt over de uitgangspunten van de discussie. En dat je daar ook de medezeggenschap uiteraard in betrekt. En als ik dat zo beluister, het nabestaand pensioen, is dat dan een thema waar je zo kunt zeggen, als je kijkt naar het hele WTP-dossier, pak dat als eerste op, want dan weet je wat je uiteindelijk eigenlijk als budget over denkt te hebben voor het ouderdomspensioen? Of hoe moet ik dat plaatsen? Kun je daar iets over zeggen, Hans? Nou ja, het is een bewuste keuze om de volgorde der zaken zo in te richten. En deze is, zal ik maar zeggen, makkelijk te kaderen en daar kun je iets van vinden. En dan is dat een goed uitgangspunt voor, zal ik maar zeggen, de rest van de stelselovergang. Ja. Dus ja, vanuit ons perspectief was het gewoon een praktische keuze. Ja. Het werd al een beetje genoemd, hè? Het is een stukje zorgplicht vanuit de werkgever dat er een nabestaand pensioen geregeld zou moeten zijn, hè, voor de werknemers. Maar speelt dat nou ook aan tafel voor werknemers als het gaat om arbeidsvoorraden of het kunnen aantrekken van nieuwe werknemers? Hoe kun je dit over zeggen? Hans, hoe dat binnen jullie bedrijf? Ja, voordat ik hier naartoe kwam, heb ik nog eventjes aan HR gevraagd van, speelt dit thema ooit wel eens tijdens sollicitatiegesprekken? Het antwoord was nee. Maar wij als bedrijf vinden het wel belangrijk dat we een marktconforme arbeidsvoorwaarden aanbieden op dat vlak. Dus vanuit dat perspectief steken wij hem in. Ja, ja. Nee, mijn ervaring ook is dat werkgevers er zo in zetten. Ja, het is ook een stukje zorgplicht die je echt wil hebben voor je werknemers. En wetende ook wel dat veel werknemers er totaal niet bij stilstaan. Zeker niet als het gaat om mensen die op sollicitatiegesprek kunnen komen en dit thema aan de orde zullen brengen. Maar min of meer vanuit gaan, het zal wel op een bepaalde manier geregeld zijn, hè, vanuit die insteek. Maar goed, als we te maken hebben met de verschillen die er zijn op individueel niveau. Je hebt dadelijk een nabestaande pensioen geregeld binnen Johnson Controls. Hoe ga je dat überhaupt communiceren naar je deelnemers toe om te kunnen laten zien van, hey, er gaat wel wat veranderen op dat nabestaande pensioen. Met andere woorden, voorheen was het dit en nu ben je voor dat verzekerd. Ja, het zal onderdeel worden van de communicatie over het geheel. Hè, want dan zullen we in één keer over alles gaan communiceren. Ja, dat moet inderdaad, zoals je zelf terecht zegt, wel netjes worden toegelicht. Want ik denk een groot deel van de mensheid die bij ons werkt, zich helemaal niet realiseert dat er geen nabestaande pensioen meer is als ze bij ons ontslag nemen. En nog even geen andere baan hebben bij een andere werkgever waar het ook geregeld is. Ik denk niet dat er iemand is die zich dat realiseert. Dus ja, communicatie is wel essentieel, dat mensen weten wat er gebeurt. Maar kan het risico ontstaan, hè? Werknemers misschien nooit gerealiseerd waarvoor ze eigenlijk voor het nabestaand pensioen verzekerd zijn. Ze zien het dan een keer met de uitleg naar het nieuwe stelsel wel tot uiting komen. En stel je niet voor dat je net als werknemer in de categorie zit, in de nieuwe nabestaande pensioenregeling ben je voor een lager niveau, zeg maar, heb je een dekking ten opzichte van de oude regeling. Verwacht je daar dan ook reacties op? Of hoe ze daarop reageren? Dat zou kunnen. Aan de andere kant hebben wij natuurlijk het proces zo ingestoken dat we netjes met de OR, dus werknemersvertegenwoordiging, alle stappen doorlopen. Dus vanuit dat perspectief komen we tot een evenwichtig plaatje. En het is onmogelijk om dat voor iedereen goed af te laten lopen. Dus er zitten plussen en minnen aan. We doen het zo zorgvuldig mogelijk. Met inachtneming van het best mogelijke resultaat voor de hele populatie. Ja, daar zullen dan altijd plussen en minnen in zitten. En dat is niet te voorkomen. Nee, want ik kan me voorstellen, als je insteek zou hanteren, iedereen gaat er minimaal op vooruit, in ieder geval niet op achteruit. Ja, dan heeft het natuurlijk echt wel flinke financiële consequenties. En ja, dat kan ook weer niet de opzet zijn, verwacht ik. Nee, niet vanuit een budgetair neutraal perspectief. Nee. Dat gaat niet. Nee. Ronald, Natuurlijk een onderdeel van het nabestaandenpensioen is ook het wezenpensioen. Hoe zie jij dat in de markt en bij klanten en misschien ook bij Johnson Controls, hoe ze daarop in gaan spelen? Nou ja, kijk, die vaste verhouding wordt losgelaten in het nieuwe kader. Hè? Dus 20% van het nabestaandenpensioen is niet langer de norm. Je kunt ook een lager of hoger percentage daarvoor nemen. Daar hebben we ook discussie over gehad bij Johnson Controls. Dus ja, ook dat is weer zoiets waar je dan nu op dit moment strategisch over kunt nadenken. Vinden we het niveau van het wezenpensioen, vinden we dat goed genoeg? Is dat wat wij vanuit onze zorgplicht als werkgever, van onze betrokkenheid, een aanvaardbaar niveau vinden? Daar is overigens nog geen ei over gelegd. Hè? Dus wat dat betreft is het een sluitpost. Je focus je primair meestal op het nabestaandenpensioen of het partnerpensioen dus. En dan komt, het nabestaandenpensioen en dan komt dus later het wezenpensioen. Ik zie heel verschillend in de markt, hè, los van Johnson Controls, heel verschillende bewegingen. Soms wordt het wezenpensioen echt structureel hoger dan nu. In andere gevallen juist weer niet. Dus dat geeft ook aan zeg maar dat daar heel verschillend over gedacht kan worden. Specifiek ook als vakbonden betrokken zijn. In het kader van CAO-overleg bijvoorbeeld. Dan zie je bepaalde bonden, zonder nu direct namen te noemen, wat meer inzetten op een hoger wezenpensioen. Ja, weet je, dus het is wat dat betreft ook weer sluitpost. Het kost natuurlijk niet zo heel veel. Relatief weinig kosten. Snap je? Dus daar kun je op twee verschillende manieren tegenaan kijken. In de ene plaats van, ja, waarom maak ik niet hoger? Het kost toch weinig. En dat zou een redenering kunnen zijn. Die zie ik ook wel komen. Aan de andere kant kan je ook heel structureel nadenken van, ja, is het nou iets wat we echt een belangrijke arbeidsvoorwaarde vinden als onderdeel van het pakket? Nou ja, de discussie leidt tot uitkomst en uiteindelijk tot een vastlegging in het transitieplan. Dus ik kan eigenlijk wel uit concluderen dat zeggen, ja, hoe men kan kijken naar het wezenpensioen ten opzichte van het partnerpensioen, de inrichting daarvan, dat kan best wel totaal verschillend van elkaar zijn. Ja, dat zie ik ook absoluut gebeuren. Dus die 20% is logisch, omdat dat nu hetgeen is wat ook op het niveau is waar op dit moment zeg maar ja, je vanuit gaat. En ook de huidige regeling met Johnson Controls ziet er op die manier uit. 20% van het nabestaandenpensioen. Maar kan anders worden. Nou, daar gaan we nog een ei overleggen. Het medezeggenschap heeft daar input op. En nogmaals, voor de kosten gaat dat niet het verschil maken. Maar goed, je kunt je euro natuurlijk maar één keer uitgeven. Ja. Ik weet dat er bij Johnson Controls dus ingezet is om een combinatie van een nabestaandenpensioen en een tijdelijk nabestaandenpensioen in te gaan richten. Nu zijn er ook nog mogelijkheden om, wat de nieuwe wetgeving zelf biedt, om daar ook nog specifieke dingen voor te kunnen gaan regelen die toch wel betrekking min of meer hebben op het nabestaandenpensioen. Nu heeft E.ON een tweetal mantels in de markt geplaatst. Enerzijds een ANW-hiatenmantel. En anderzijds ook een overlijdensrisicoverzekering. Ronald, kun je daar iets over zeggen? Wat het nut daarvan is om eens te kunnen kijken naar die mantelconstructies? Ja, nut en noodzaak misschien. Hè? Dus keuzebegeleiding is al heel belangrijk in het nieuwe stelsel. Hè? Natuurlijk specifiek als je voor de flexibele premieregeling, als daarvoor gekozen wordt. Maar ook als je kijkt naar het verschil tussen het partnerpensioen zoals dat nu verzekerd is. En dat gaat worden een nieuw stelsel. Dat gaat uitgelegd worden, goed uitgelegd worden. En dan kan dus op dat moment duidelijk worden dat er voor bepaalde groepen, bepaalde leeftijden, specifiek bijvoorbeeld jonge leeftijden, hè, dus relatief jonge werknemers, zonder opbouw nabestaandenpensioen, dat daar een behoefte is om wat extra's te doen. Nou, daar is zo'n ANW-hiatenmantel wat mij betreft uitstekend middel voor. En waarom? Omdat het zeker voor jonge deelnemers goedkoop is. Het is pensioen, dus dat betekent bruto's netto gaat het van het salaris af. Het heeft voordelen en dat kan niet gekeurd worden. Dus op de individuele particuliere verzekeringsmarkt kun je niet op deze manier voor deze prijs zonder enige medische keuring of waarborgen een verzekering sluiten. En dat kun je pas zeg maar evident maken als je daar heel duidelijk over communiceert. En dat is ook het plan bij Johnson Controls. Dus ook overigens een goede reden om voor het tijdelijk nabestaandenpensioen, wat verplicht onderdeel is van de regeling. Hè, dus voor iedereen geldt. Om dat niet het maximale bedrag te nemen. Zodat er wat ruimte blijft voor deelnemers die dat willen. Om voor eigen rekening wat extra's te doen. In het kader van een TKW die we aan onze luisteraars willen meegeven. Op basis van de ervaring die jij hebt, Hans, bij Johnson Controls. In het kader van de omvang van het WTP-dossier bij jullie. En ook specifiek het nabestaandenpensioen. Wat zou je de luisteraars willen meegeven? Ja, wat mij betreft twee dingen. Ik denk dat een goede samenwerking met medezeggenschap uiteindelijk leidt tot een afgewogen resultaat. In ieder geval in ons geval. Dus dat als positief ervaren. En ja, tijdig beginnen. Want ja, uiteindelijk kom je toch altijd weer tot verrassingen. En ja, de ene verrassing, daar kun je omheen en de andere niet. Als je er niet omheen kan, dan moet je niet over een tijdgrens heen geduwd worden. Ja, nou ja, dat is ook al een boodschap die we ook al eerder in de eerste podcast ook al aan de orde hebben gehad. Dus nog eens een keer een bevestiging hierbij dat het ontzettend belangrijk is om tijdig hiermee te beginnen. En voor jou, Ronald, de TKW, met name specifiek op het nabestaandenpensioen. Wat zou je de luisteraars daarvoor willen meegeven? Ik sluit me helemaal bij Hans aan, hè, dus begin tijdig. Het is op zich een ingewikkeld onderwerp. Verschil tussen huidig en wat het gaat worden. En de impact op deelnemersleeftijd of deelnemersgroepen. Dus goed over nadenken. En eigenlijk is het de transitie naar het nieuwe stelsel in het klein, zou je kunnen zeggen. Omdat alles wat ook bij de grote transitie van het ouderdomspensioen, de compensatie daarbij speelt, invaren, wat daar speelt en de keuzes die daar gemaakt moeten worden, die vastgelegd worden in het transitieplan, ook speelt bij het nabestaandenpensioen. En we praten over collectief pensioen. Daar gaan mensen op vooruit en mensen op achteruit. Ja, probeer dat inzichtelijk te krijgen. Zodat daar zeg maar de communicatie richting medezeggenschap en later aan de deelnemers op een goede manier invulling aan gegeven kan worden. Ja, en heel belangrijk wat ik al zei, contractkeuze nummer 1, maar al heel snel het nabestaandenpensioen. Want pas dan weet je wat er beschikbaar is aan budget om te gaan praten over het ouderdomspensioen en de compensatie voor bijvoorbeeld leeftijdsgroepen die er op achteruit gaan als gevolg van de afschaffing van de doorsneepremie. Een heldere boodschap, Ronald. Heren, ja, Hans, Ronald, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor jullie wijze raad en de dingen die jullie besproken hebben, met name specifiek over het nabestaandenpensioen in deze podcast. Dank je wel hiervoor. Luisteraars, de volgende podcast, dat is een derde podcast, die zullen wij gaan houden over het thema compensatie. Dus binnenkort zullen jullie daar ook meer over horen. Ik dank jullie wel en tot de volgende keer. Dit was de Pensioenpuzzel. Meer weten over de pensioentransitie en wat dit voor jou als werkgever betekent? Schrijf je dan in voor de grote Pensioen Roundtable op 5 juni. En heb je na het luisteren van deze podcast nog vragen? Neem dan contact op via eon.nl/pensioen. Bedankt voor het luisteren.